Nou, ik heb eigenlijk te vertellen dat volgende maand, oktober, komt mijn nieuwe album uit. Een heel mooi album wat ik zelf vind. Een van de, het mooiste album wat ik ooit heb uitgebracht. Geschreven door Mario Veldman en Marco Meesters. Daar wordt ook nog een albumpresentatie van gehouden op 9 oktober in de Kroon in Kerkdriel. Met medewerking van heel veel collega-artiesten, vrienden en alles op en eraan. Net zoals Frank van Etten, Ferry de Lits, John West, Rinus Ponze. Ja, noem eigenlijk maar op. Het is een heel groot programma wat er eigenlijk gehouden wordt. Die kunnen fans daar ook heen? Ja, daar kunnen ze ook heen. Ja, dat staat eigenlijk allemaal op mijn hives. www.frankievelkom.hives. Daar kunnen ze alles op zien waar de CD of de albumpresentatie gehouden wordt. Ik heb eigenlijk nummers op het album gezet met heel veel accordeon. Ik heb niemand nodig tot kijk eens in mijn ogen, jij alleen. Ik heb ook 2 weken geleden een ballad opgenomen wat de mensen eigenlijk helemaal niet van mij gewend zijn. En dat is eigenlijk een heel mooi ding geworden. Wat ik al vele mensen heb laten luisteren. En er zijn er al mensen bij die kippenvel van kregen. En daar hebben ook al tranen in de ogen geschoten. Dus het is een heel mooi gevarieerd album, zeg maar. Het album gaat heten Gewoon Frankie. Dat hoorde ik eigenlijk gisteren ook pas van Adrie van den Berg. En ik vind het een leuk album, zal ik het zo zeggen dan. En dan komt de single uit, die is nou vanaf vandaag is de nieuwe single uitgekomen. En er komt ook een clip, die ook te zien is bij TV Oranje. En dat heet Alleen is maar alleen. Het is eigenlijk een stijl van ik heb niemand nodig, zeg maar. Dus het is eigenlijk een beetje feest, zeg maar. Ja, het is geen Polonaise nummer, maar wel een lekkere danser, een lekker feestnummertje, zeg maar.